Goedenavond, mijn naam is Jordi en welkom bij het Tesco-journaal van maandag 20 juli. Tesco draait weer op volle toeren. We spreken hierover met Maarten. Tesco kan weer wat ademhalen. Binnen wordt ook weer gesport en je ziet dat de leden weer enthousiast komen. Hoe gaat het nu met je? Het gaat goed met ons, zeg ik dan. Want zowel met Marieke als met mij gaat het weer goed. We mogen weer, zoals je weet, weer open vanaf 1 juli. En dat geeft toch wel een stukje ontspanning. Je hebt toch wel een bepaalde druk gehad de afgelopen weken. Aangezien we gesloten waren en onzekere tijden waren. Maar moet je zeggen, vanaf 1 juli is alles weer normaal. De mensen komen weer lekker sporten. Dus de ontspanning bij onszelf neemt ook weer toe. Ja, want jullie hebben de afgelopen tijd voor kritieke keuzes gestaan. Kun je ons eens meenemen op welke wijze jullie die keuzes hebben gemaakt? Ja, we hebben het grote voordeel wat we al jaren hebben is dat wij heel strak werken vanuit een bepaalde strategie. Vroeger vanuit het Welkom Thuis bij Tesco. En dat hebben we een aantal jaar geleden hebben we daar een verrassend persoonlijk en verrassend veelzijdig op toegevoegd. En vooral dat verrassend persoonlijk hebben we proberen toe te passen in de laatste maanden en de keuzes die we gemaakt hebben. Want iedereen heeft de afgelopen periode uniek individueel ervaren. En op basis van dit uitgangspunt zijn we gaan kijken hoe zijn we onze gasten tegemoet gekomen. En wij denken dat het op een persoonlijke manier is gelukt. Gezien de terugkoppeling van de gasten die we hadden. Dus met Tesco TV, met compensatieregelingen, online coaching. Wij denken dat dat naar tevredenheid is gegaan. Heel goed. Tijd om nu ook weer naar de toekomst te kijken. En als je naar de toekomst kijkt, waar krijg je dan nu weer de meeste energie van? Nou, we krijgen vooral weer energie van het restaurant wat vol zit. De mensen die lekker aan het sporten zijn. We zien dat de gasten Tesco weer goed weten te vinden. Dus zowel op de tennisbaan als in de fitness, als de groepslessen. We zien gewoon dat het eigenlijk weer redelijk normaal is. Al vanaf 1 juli. Ja, en daar worden wij heel gelukkig van. Gewoon nogmaals het persoonlijke contact met onze gasten. Het personeel wat weer allemaal lekker aan het werk is. Ja, daar worden wij blij van. En gelukkig binnenkort ook voor ons even vakantie om adem te halen. Voor onszelf, als ook voor al onze collega's. En dan vol energie september weer het nieuwe seizoen. Dankjewel Maarten. Graag gedaan. Bij Tesco hebben we een aantal nieuwe collega's. We stellen jullie graag even voor aan Evanne. Ik ben Evanne, een nieuwe collega bij Tesco. Ik kom voornamelijk in de fitness werken en af en toe zou ik ook wat aqualessen verzorgen. Superleuk jullie te ontmoeten en ik hoop jullie snel te zien. We spreken met Kevin over de valkuilen van het thuiswerken en hoe we je daar bij Tesco mee kunnen helpen. Ik wil jullie graag meenemen in een stukje wat ik noem de valkuilen van het thuiswerken. Op het moment werkt een groot deel van de Nederlanders helemaal thuis of wordt voor veel minder tijd op het werk verwacht. Dit kan grote gevolgen hebben voor jouw lichaam. Denk niet alleen aan het aantal trappen wat jij per dag loopt of de middagwandeling die jij in je pauze doet. Maar vooral de houding komt in het gevaar. Op het werk moet alles ingesteld zijn volgens de Arbo-wet, zodat je altijd een juiste houding aanhoudt. Helaas is dit thuis vaak niet het geval. En wordt de eettafel gebruikt en zit je ook nog eens op een verkeerde stoel. Vergeet ook niet de mensen die thuis op de bank gaan werken. Ook hierbij is de houding natuurlijk niet optimaal. En merk jij dat je de laatste tijd meer last krijgt van jouw nek, rug of jouw schouders? Is dit voornamelijk terug te leiden naar jouw houding die jij niet op dit moment correct aanhoudt? Wil jij nou weten wat je hier zelf aan kunt doen? Maak dan snel een afspraak met een van onze instructeurs en dan helpen wij jullie graag verder. Vorige week was het eindelijk zover. De lang verwachte workout van Maarten kwam online. Heb je deze nou nog niet gezien? Kijk hem dan terug op ons YouTube-kanaal. Tof dat je keek naar het Tesco-journaal van vandaag. Heb jij nou nog leuke ideeën voor Tesco TV? Laat het dan weten in de comments. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En dan zien we je graag volgende week weer.